Morgen is het 7 jaar geleden dat mijn mannetje is overleden. Morgenochtend om 6 uur. Dus ik weet niet hoe en wat morgen te gebeuren staat, dan enkel te willen hier, maar ik ben druk bezig. Ja, de takken hangen nog. Ja, die hangen nog, maar ik ben al wel weer met wat anders bezig. Want, zoals jullie weten, lag op dat schilderij een slinger te wachten. Nou ja, jullie zien hier slingers hangen. Daar is het weg. Daar is het weg. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van, uiteraard, Corina en de Beestenboel. Ja, we gaan straks nog wel eventjes weer lopen. En ik ben aan een broodje bezig en ik heb een bak koffie staan. En ik ga verder met de kerstspullen. Ja, hoe ver we komen, dat weet ik niet. Want ik heb ook al een paar weken, jullie hebben me denk ik daar nog niet over horen praten, omdat ik niet zo'n klager ben, maar last van mijn pols. Ja, al een paar weken hoor, vorig jaar al, ja. En toen begon het eigenlijk. Ja, zo rondom de, ja, even vlak voor de feestdagen begon het te steken en te doen. Ik denk, nou, wat is dat nou toch? Ik denk, nou, een muispols kan het niet wezen, want je hebt wel een muiselleboog, hoe noem je dat? Ja? Maar ik werk met deze arm en niet met die. Dus ja, hoe dan? Ik heb geloof ik 1 keer geklaagd vanwege mijn telefoon. Ja. Maar in ieder geval, we wachten het wel af hoor. Ik weet ook niet wat het is. Ja, ik weet echt niet. Hij is niet dik of zo. Nee, niet dat ik zie. Misschien nog wel, ik zie het zelf niet. Maar ja, ik zal het morgen even laten zien aan Willy, want die komt morgen toch weer. Ja, dus dan merk ik het wel, kijk of die het wel ziet. En dan merk ik het zelf wel. Maar ik ben geen dokterloper. Nee, absoluut niet. Daar heb ik een hekel aan. En vooral omdat ik ze niet meer vertrouw. En dat geldt niet alleen met mijn huisarts, maar met elke huisarts. Maar oké, het is vandaag woensdag, de 24e van de eerste 2024. En we leven om 13:59, dus bijna 2 uur. Morgen is het 7 jaar geleden dat mijn mannetje is overleden. Morgenochtend om 6 uur. Dus ik weet niet hoe en wat morgen te gebeuren staat, dan enkel te willen hier, maar ik weet ook niet wat voor een bui ik zal hebben. Ik weet het niet. Nee, ik weet enkel nu dat het morgen 7 jaar geleden is. Oftewel, ja, het begon eigenlijk vandaag al 7 jaar geleden. Kraaien op de schuttingen en op het schuurdak en een heleboel. Niet weg willen, ga je naar buiten, ze blijven zitten, ze fladderen wat met die vleugels, weet je. En ja, bizar, de dieren naar buiten, nog niet weg willen. 'S avonds begon mijn man te stinken. Dan denk je, ja, dan had hij een scheet gelaten. En nou nee, dat was niet het geval. Maar ja, hij had ook een inwendige bloeding en als je alles van tevoren weet, dan is dat het al geweest. Want ja, een bloeding, dat stinkt natuurlijk, hè. Dat ruikt niet lekker. En als dat al inwendig bezig was, ja, en ja, je weet het niet. Het is gewoon bizar. Maar in ieder geval, ja, je denkt er toch steeds weer alweer iedere keer aan terug hoe en wat, hoe dat toen gegaan is. Ik ben bij alles geweest. Tot de oven en toe ben ik geweest. Nou ja, wie doet mij dat na? Wie gaat er mee naar de oven? Wie geeft de toestemming in de, bij de oven om de oven aan het werk te stellen met de computer? Wie is erbij als
als iemand komt overlijden, ja, je bent er soms wel bij, maar dan is het met een ziekte en dan gaan ze rustig heen omdat ze de morfine leggen of wat dan ook. Maar mijn man, die had gevochten, ik heb hem zien vechten tegen de dood, want hij lag niet aan de morfine, hij verging van de pijn en benauwd en het wou allemaal niet. Nou, wat een herrie. Ik mag geen herrie maken, maar er wordt weer herrie gemaakt, hè. Het lijkt wel tegen de buizen aan of zo, ik weet het niet. Maar in ieder geval, het is gewoon bizar als je dat allemaal mee moet maken, wat ik mee heb gemaakt, samen met mijn man. Mijn man die is niet meer, die kan er niet meer over praten, maar ja, ik zie het nog steeds als een film voor mij afspelen. Ik hoef gelukkig niet meer te huilen, maar het is wel bizar als je daaraan terugdenkt. Ja, en dat je het als film gewoon voor jou ziet spelen. Maar oké, lieve vrienden, we gaan proberen vandaag nog wel wat te genieten. En het komt vanzelf wel weer goed. Ja, en ik hou gewoon vol goede moed. Ik ga mijn broodje opeten, mijn koffie opdrinken. En ik zeg gewoon, geniet van je dag. En tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben weer even retour bij jullie. Ik ben druk bezig. Ja, de takken hangen nog. Ja, die hangen nog. Maar ik ben al wel weer met wat anders bezig. Want, zoals jullie weten, lag er op dat schilderij een slinger te wachten. Nou ja, jullie zien hier slingers hangen. Daar is het weg. Daar is het weg. Ik zal even dat ding omdraaien. Uit de kerstdak daar is het hoogzakelijk al weg. Hangt het ook nog naar beneden. En dan ga ik zo deze kant op. Kan dat ook weg. En dan kan die weg en dan dat laatste stukje nog. Dus ja, ik ben dus wel druk bezig, zoals jullie allicht zien. De keuken moet natuurlijk helemaal nog verder, maar dat komt straks wel, later wel. Ik zit nou eerst even pauze te nemen. Ja, dat moet je ook doen, want ik kreeg weer last van mijn middenrif, weet je wel. Nou ja, dan moet je toch weer eventjes time-out. En dus, en dan hoef ik niet te bukken, niks, hè. Ik loop dat trappetje op en af, ja. Ik kan de deur even open, even frisse lucht naar binnen pompen. Dat vind ik ook wel noodzakelijk, dat je dat ook van tijd tot tijd even doet. Ik had Rijka even buiten, maar ja, ze zijn buiten aan het voetballen, de jeugd. En Rijka is tot zover gek van ballen. Ze moet geen bal in haar bek krijgen, want die gaat naar de Filistijnen. En dat weten ze ook wel. Maar in ieder geval. Ik heb hem weer naar binnen weten te krijgen. Ze ligt nou op de bank en ze weet dat ze stout is. Ja. De jonge dame. Ja, zo weer daar. Rijk is gewoon een duveltje. Een klein duveltje. Ja. Dus. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, gewoon verder genieten en ik laat jullie straks wel weer even zien hoe en wat, hoe ver ik kom. En ik hoop dat ik toch een beetje verder kom dan ik eigenlijk in mijn hoofd heb. Maar het moet wel willen, ja. En ook je lichaam moet mee willen werken, ook dat nog. Dus, nou, ik heb er net eventjes een bakje koffie genomen, maar het is, ik vind het toch niet lekker. Het is zo'n natura. Ja, dan heb ik liever de DE koffie. Oké, die is weer wat duurder, maar er zit geen kikkertje op de DE. Dus, maar hier ook niet op. Maar het heeft geen smaak, ik weet niet. Water met een kleurtje. Het is warm water wat ik proef met een kleurtje, en er zit er een kleurtje in van koffie, maar koffie proef je niet hoor. Nee. Dan heb ik nog een potje, maar ja, dat moet toch wel ook opgedronken worden. Je betaalt het wel, maar er komt wel de volgende pot, wordt wel DE, denk ik, ja. En dus, maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon van jullie dingen en geniet een beetje mee. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ik heb alle slingers weg. Ook bij de lamp heb ik het nou weg. En dan ben ik gewoon blij mee dat dat weg is. Alles is weg. Enkel die takken moet ik dan nog weghalen, maar
Die slinger heb ik grotendeels weg kunnen krijgen. Ja, enkel dat stukje moet nog, maar dat gaat naar de keuken toe. Ik heb hem weg kunnen krijgen met dit ding. Met zo'n grijper. Nou, daar hoef je niet iedere keer je trap op en af. Dus ja, dat is nog de keuken. En er hangt nog een slinger in de gang. En kerstverlichting. Nou, dat vraag ik morgen wel eventjes aan Willy. Als die dat weg wilt halen. Dus dat komt wel goed. Nou, en dan moet dat er nog af. En dat moet er nog af. Ja, en de kerstkleedjes nog opruimen. En de takken moeten nog. En de keuken. En die tafel. Maar ja, die is nou ook een troep. Ja. En dus. En ik weet niet hoe laat we leven. Dat moet ik ook nog even kijken. 16:55. Dus het is bijna 5 uur. En dus, nou, die slinger heb ik ook weer opgedraaid. Die draaislinger die daarheen, die zit hier al in. En dus ja, dat dus, hè. Ja. En die kussentjes, daar moeten de sloopjes vanaf. En dan moet de andere eigenlijk weer om. Dan moet ik eventjes eigenlijk bij Action nieuwe kopen. Ja. Want die kussentjes zijn niks meer, dus ik moet er een nieuwe sloopjes hebben. Dus ja, dat dus. En ja, ik kan ook weer op Facebook komen, dus ja, tenminste voor hoe lang. Want ik heb hetzelfde weer erop gezet, enkel de titel veranderd. Haha. Ja. Ik mag niet eens niet zeggen wij heksen. Ja, nou, ik ben toch een heks, dus ja, mag het? Ja, hij is wel mooi, hè? Ja. Erwin vond hem ook mooi, mijn begeleider. Dus ja, ik draai jullie even weer om. Zo. En ik moet mijn muizenmatje even schoonmaken, want daar heb ik er net op gestaan. Want ik moest dus eentje wel met mijn handen doen, omdat daar met een knijper vast zat. Dus ja. Ah, en ik zie mijn lieftallige medebeheerster. Zie ik om het hoekje komen, die heeft even een appje teruggestuurd. Dus daar zal ik ook even antwoord gegeven. Dus ja, lieve vrienden, geniet gewoon verder van jullie namiddag. En voor zometeen smakelijk eten. Bon appétit. Mag het wel bekomen. En een hele fijne avond gewenst. Tot later. Is dat lekker, Rijka? Hé? Is dat lekker, wijfie? Lekker eventjes knagen, hè? Joh. Stik er niet in. Het is in de bek. Ja, stik er niet in. Nog even gooi ik het weg. Zo'n klein stukje nog. Ja. Hé, jonge dame. Ja, we gaan zo weer een rondje lopen. En als we thuis komen gaan we weer naar boven. Dan gaan we lekker naar bedje toe. Want vandaag komt Willy. Willy wil wel. En die gaat er ook weer lekker tegenaan. En ik hoop dat ik me bemoei er niet mee. Dank u. Dan hoop ik dat ik me morgen beter ook goed voel. En dat ik sowieso de keuken eerst aan de kant wil hebben. Want dan kan ik daar ook dat raamfolie er tegenaan. Heb ik wat minder inkijk. Die takken die komen daar dan wel weer na die tijd. Ja toch? Ja, en morgen is de 25e, dus nog een maandje te gaan. En dan is het 7 jaar geleden dat mijn mannetje er niet meer is. Ik was vandaag helemaal in de war, hè. Ik dacht dat het al februari was. Nee, het is januari. Dus nog een maandje te gaan. Ja, maar het is ja, wel een KUT-gevoel. 7 jaar alweer. Waar blijft die tijd, hè? Waar blijft die tijd? En dan is het in november, 27 november, wanneer Jan van Damjaar is, ook nog een hele tijd weer te gaan, dan had mijn schoonmoedertje jarig kunnen zijn. Nee,
Niet waar? Die is van 20 februari, was ze, gelijk met mijn zoon. Maar ze is op 27 november, terwijl Jan van Dam jarig was, is mijn schoonmoedertje heen gegaan. Dus dan wordt het voor mijn schoonmoedertje 7 jaar. Dat het is. Ja. Komt allemaal een beetje met elkaar overeen, weet je. Mijn man en ik waren op 25 september zijn we getrouwd. Maar op 25ste is die ook heen gegaan. Ik had een andere maand. Ja, maar wel de 25ste. Dus het is een terugkerend iets, die 25ste. Net zoals de 27ste. Het is gewoon bizar. Hé, Rijka? Maar die weet er niks van. Nee. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ga afsluiten. Hè? Ik ga afsluiten en ik ga met de meisjes even lekker naar buiten toe. En daarna gaan we naar bedje toe. Dus ik zeg, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Morgen allemaal uiteraard weer gezond uit je bed zien komen. En uiteraard, God die houdt gewoon over ons allemaal de wacht. En daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!